goed nieuwe dag, het is een goed nieuwe vlog. Ik heb mezelf heel even omgekleed. Ik heb namelijk vanmorgen coaching gehad. En dat ging eigenlijk allemaal prima. Ik heb me nu even klaargemaakt om zo meteen naar de fysio te gaan. Er is alleen één dingetje. Ik ben mijn telefoon kwijt. Ik heb letterlijk net 5 minuten geleden mijn telefoon in mijn handen gehad. En nu weet ik gewoon niet meer waar ik hem heb gelaten. Ik weet het gewoon even echt niet meer. Oké, hier kan ik dus echt oprecht gefrustreerd van raken. Ik heb namelijk best wel een drukke week gehad afgelopen week. En dat resulteert meestal in het feit dat ik nog vergeetachtiger word dan dat ik meestal al ben. Kortom, ik kan hem letterlijk op iedere plek hier in het huis hebben laten liggen. Die heb ik in mijn hand. Ik wilde mijn vlogcamera gaan pakken. Jammer. Maar nu weet ik dus niet waar ik mijn telefoon heb gelaten. En ergens word ik daar heel gefrustreerd van op dit moment. Dit komt dus gewoon puur omdat ik gewoon te weinig lucide tijd heb gepakt. En te weinig aan mezelf heb gedacht. En op dat moment leg ik gewoon dingen op lekken waar ik niet weet waar ik ze laat liggen. Net zoals nu, ik weet gewoon echt niet waar ik hem voor het laatst heb gelaten. Ik weet het gewoon echt niet. Geen idee. Volgens mij heb ik hem net mee naar boven genomen, maar ik weet het gewoon echt niet. En ik weet dat de kleren die ik net aan had, dat daar geen zakken in zitten. Dus daar kan het niet in zitten. Daar heb ik trouwens wel gekeken. Ik weet het gewoon echt even niet. Och, zo moedeloos van mezelf. Gaan we maar weer terug naar boven. Ook niet hier of zo. Ik heb hem ook echt niet hier neergelegd. Nee, terug. Nee. Hier ligt hij niet. Ik heb mijn jas niet aangehad. Maar ja, voor hetzelfde geld, wie weet. Nee, alleen sleutels terug. Kom, terug, schat. Opnieuw terug naar boven. Nou wil ik niet zeggen, ik ben echt geen telefoonverslaafd. Of ik ben echt niet telefoonverslaafd, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Alleen, ik kan er op dit moment gewoon echt even niet tegen. Heb ik hem echt hier in een kastje gelegd of zo? Nee. 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 Op mijn bed. Nee. Nee. Ik was zo moedeloos van mezelf. Oh, zo moedeloos van mezelf. En mijn kamer is een bende, ik weet. Ik weet gewoon echt niet. Dit is mijn brein op dit moment. En ik vond het eigenlijk best wel een goed moment om te filmen. Want dit is niet de eerste keer dat dit is. En ik word helemaal krankjorend van het feit dat dit gebeurt. Ik ben helemaal niet in deze kast geweest, maar voor hetzelfde geld, hè. Oké, ik ga op zoek naar mijn telefoon. En als ik mijn telefoon niet vind, dan vind ik mijn telefoon niet. Dan vind ik hem straks of zo. Heilige Antonius, waar is mijn telefoon? Oké, kortom, eigenlijk ging het best wel goed totdat ik mijn telefoon verloor. Dus we gaan gewoon lekker zoeken. Maar het is nu, heel even kijken, 39. Ik moet nu aanlopen naar fysio. Dus ik zoek mijn telefoon straks wel. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik heb dit dus echt niet heel vaak. Ik heb wel regelmatig dat ik dingen van licht vergeet, qua afspraken en zo. En dat ik begin te twijfelen, maar dat is alleen maar 10 keer erger als ik moe ben, als ik oververmoeid ben. Want dat ben ik op dit moment echt wel. Dus, ja. Gisteren was ook zo'n incident. Ik heb het gisteren niet meer gevlogd, want ik heb gisteren sowieso niet meer gevlogd. Gisteren was zo'n incident. Ik was namelijk, dacht namelijk dat ik mijn tas op de school had laten liggen waar we EHBO hadden. Bleek het dat ik mijn tas helemaal nooit mee heb genomen. Dus ik heb me letterlijk een half uur tot een uur
druk gemaakt over een tas die gewoon thuis lag, omdat ik hem niet had meegenomen. Maar ik, in de veronderstelling was dat ik hem gewoon binnen had laten liggen. Mijn brein frikt mijn hele lichaam af en toe echt op. Dus adem in, adem uit. Je kan zonder telefoon, dat kan ik. Ik ben namelijk niet telefoonverslaafd. Het is ook even fijn dat mensen me eventueel kunnen bereiken, mocht er iets zijn. En dat kan nu dus niet. Dus ik dacht, het is een hendel. Jammer. Ik dacht, er schijnt hier iets, maar nee. Oké, ik ga er vandoor en ik zie u straks. Hey, ik zwikte met mijn voet om. Maar dat zie je in de bloopers video. Of in de bloopers, achteraf. Ik kom net terug van de video. Ik ben helemaal kapot. Maar ik kom erachter dat ik volgens mij helemaal geen update video heb gegeven maandag. Kortom, ik ga jullie heel even een update video geven over hoe mijn proces nu is. Ik ga even mijn tas over nu afdoen. Hey. Update. Oké, daar gaan we. Dit is van maandag. Dus hieronder staat even maandag. Alles wat bij maandag staat is de update video van maandag. Of de updates van maandag. En als er woensdag bij staat, dan is het de update van vandaag. Even kijken, wat heb ik maandag gedaan? Maandag ben ik begonnen met 5 minuten fietsen op een helling van 5. Op een snelheid van 5,5. Voor 5 minuten lang dus. Vervolgens zijn we die gewichten omlaag gaan trekken, zeg maar, op de machine. En daar hebben we sets van 3x12. En dan op een gewicht van 17,5. Naar me toe trekken was dat trouwens, dat machine. Vervolgens, machine omlaag trekken was 3x12 op een gewicht van ook 17,5. Vervolgens ben ik legpress gaan doen en dat hebben we verhoogd van 70 naar 75 kilo. En dan 3x12. Vervolgens daarna zijn we gaan squatten. Van tevoren stond ik altijd op vanuit de stoel omhoog met een gewicht van 10 kilo. Nou gingen we squatten en dan eerst zonder gewicht, daarna met 5 kilo en daarna met 10 kilo. Voor 3x12. Dus de eerste sessie van 12 keer was zonder gewicht. De tweede sessie was met 5 kilo op mijn schouders. En de laatste sessie was met 10 kilo op mijn schouders. En we zijn ook steps gaan doen. En dan met doorstappen, zeg maar. Dus één voet op de step en dan vervolgens de andere tot aan 90 graden omhoog tillen, zeg maar, terwijl je op de step staat. Dus in één vloeiende beweging. En die was ook 3x12. Mis ik dan nog iets? Nee, dan mis ik niks. Dat was het dan. Woensdag ben ik begonnen met een helling van 5 minuten op 5,5 kilometer lopen. Vervolgens ben ik op de gewichten naar je toe trekken, zeg maar, omhoog gegaan naar 3x15 op 3x15 set, of 3 sets van 15. Maar de eerste twee sets hadden we op 20 kilo staan in plaats van 17,5. Kortom, dat was een beetje waar, want we hadden alle twee niet in de gaten. We dachten alle twee dat hij op 17,5 stond, maar hij stond op 20. Dus de laatste set hebben we aangepast naar 17,5, maar toen was hij best wel zwaar. Vervolgens zijn we die gewichten omlaag gaan trekken. Dat hebben we ook vervolgens 3x15 gedaan op een gewicht van 17,5. Daarna zijn we gaan legpressen en volgens mij stond hij op een gewicht van 75 kilo. Want ik heb nog best wel veel spierpijn van afgelopen vrijdag. Dat was 3x15 ook, of 2x15, want de eerste set heb ik 1x12 gedaan en daarna 2x15. Vervolgens zijn we gaan squatten met een gewicht van 5 kilo, 3x15 set. En daarna zijn we gaan doorstappen op de steps. Ook voor 3x15. En dat was eigenlijk wat we gedaan hebben. Oh, en ik heb nog een interval sessie gedaan op de fiets. Een interval sessie van 10 minuten. Ik voel dat ik productief bezig ben geweest. Ik voel me wel echt helemaal gesloopt. Maar het was een fijne sessie. Ik ga nu naar huis toe lopen, want het is best wel koud. En ik wil gewoon heel even op bed liggen en niks doen eigenlijk. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik heb echt een te drukke week gehad. Oh, ik ga mijn telefoon zoeken, want die ben ik nog steeds kwijt. Oeps. Ik weet dat hij thuis ligt, want ik heb hem thuis voor het laatst gehad en ik ben van tevoren of daarna niet meer buiten geweest. Dus hij ligt sowieso thuis, maar waar hij precies thuis ligt, mag Joost weten. Dus heilige Antonius, hopelijk vind ik daar mijn telefoon terug.
We zullen zien. Ik zie jullie straks als ik thuis ben. We zijn ietsje verderop in de dag. Even buiten adem. Ik heb namelijk echt letterlijk net mijn bed opgemaakt. En dat vind ik al een nieuwe frustratie vandaag. Ik was namelijk aan het zoeken naar mijn telefoon. Heb vervolgens maar mijn bed afgegooid. En dacht, ja, dan weet ik zeker dat die niet op mijn, op mijn bed ligt bijvoorbeeld. Ik kom niet bij me worden. Dan weet ik zeker dat hij niet meer op mijn bed ligt, dacht ik tenminste. Want ja, als er alles van mijn bed af is en ik heb mijn bed goed afgedaan, ligt hij niet op mijn bed. Heb vervolgens wel alles langs mijn bed gegooid. Maar ja, dat is zorg voor later. Heb daarna dus nu net mijn bed opgemaakt, maar hij is gevonden. Hij lag blijkbaar bij ons pap voor in de winkel. Want ik kon me herinneren dat ik een pakketje uit de brievenbus heb gepakt. En daarna kon ik niet meer herinneren waar mijn telefoon had gelaten. Dus hij moest ergens of hierboven of in de winkel liggen. Of beneden. En uiteindelijk lag hij dus langs de pinautomaat in de winkel. Maar ja, ik ben heel kwot. Ik kan niet meer. Dit bed opmaken was letterlijk eigenlijk al te veel energie. Dus ik ga nu op bed liggen. Ik pak mijn laptop erbij. Ik ga video kijken en ik ga verder niks meer doen vandaag. Het is mooi geweest. Ik ben helemaal klaar met vandaag qua vermoeidheid. Ik zou het liefst gewoon nu willen slapen. Ja. Oké, we gaan er het beste van maken. Hey, het is best wel fel eigenlijk. Kan ik hem nog zachter? Nee, ik kan niet nog zachter. Oké, ik heb de ringlamp op mijn telefoon gezet. Het is namelijk pikdonker zoals je op de achtergrond kan zien. Ik ben onderweg naar Rick. Ik heb Rick verteld dat ik vanavond niet langskom. Hij is afgelopen dagen in Bels geweest. Dus ik heb hem eigenlijk sinds zaterdag al niet meer gezien. En hij is gisteren teruggekomen. Ik heb hem dus sinds zaterdag al niet meer gezien. Ik moest trouwens even doorlopen, want ik kwam tegenliggers tegen, zeg maar, andere mensen tegen. En dat licht schijnt behoorlijk fel op je gezicht. En het is een beetje opnieuw leren vloggen, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik niet gewend ben om met die ringlamp op mijn gezicht, op mijn bakkes, of lekker op zijn Brabants, rond te lopen, is het best wel eng. Kijk, zo vind ik het allemaal prima. Maar met de ringlamp erop rond gaan lopen is toch even next level. Dus het was even wennen. Moet ik gewoon even aan wennen. Komt allemaal goed. Maar het was wel heel even een nieuw iets, zeg maar. Dus we zullen zien hoe het gaat. Verder ga ik dus nu naar Rick toe, ondanks dat ik tegen hem heb gezegd dat ik niet kom. Meer omdat ik hem gewoon wil verrassen met het idee dat ik er weer ben. Tuurlijk heb ik hem gemist en tuurlijk kan ik niet zonder hem zo lang. Dus ergens vind ik het al raar dat hij geen vermoeden heeft dat ik al kom. Hij heeft volgens mij nog helemaal niks geappt namelijk. Erover. Ik zei ik kom niet, want ik heb echt geen energie, maar hij heeft niks meer gereageerd. Dus, maar ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren. Over de ringlamp betreft, hij werkt wel. Hij is behoorlijk verblindend, maar het kost gewoon heel even tijd om eraan te wennen. Op momenten zoals hier, als het dan weer wat lichter is, dan veel nog ik liever op dit moment nog heel even hier. Dan als het dan met de ringlamp eigenlijk. Momenten zoals nu kan ik best de ringlamp gebruiken, maar dat doe ik dan toch weer net niet. Dus het is nog even wennen en even kijken wanneer te gebruiken. Zoals nu eigenlijk. Ho. Ik schrik toch elke keer. Zoals nu zeg maar, nu ben ik net zo spook. Maar ja, kijk, zo werkt het helemaal prima. Het is alleen even wennen hoe ermee te werken en hoe ermee te doen. Hey, hallo. Oh, kut. Auw.